Wie kent dit logo niet? Logo van Gimborn. Heel erg bekend. En ik kan niet in 2 minuten tijd even uitleggen wat de Gimborn allemaal inhoudt. Maar het komt erop neer dat de heer Max van Gimborn, wiens vader een apotheker was in Emmerich, naar Nederland kwam. En in 1904 een schuur huurde in de Witteburgstraat. En later kwam hij zelf wonen hier in de Doelen. Dat werd zijn woonhuis en zijn kantoor. En dat maakte hij dan vooral inkt. Hij is vooral bekend geworden om inkt. Zijn vader had al een beetje voet in Holland gezet door in Sereberg een zaak te beginnen. En dat kun je ook zien, want hier op dit potje staat Gimborn Sereberg. Maar even later stond er al gauw Gimborn Zevenaar. Prachtige potjes natuurlijk om je inkt in te houden. Ook hele praktische potjes. Want dit is bijvoorbeeld een potje waarbij je je pen, en ik heb nu een kwastje van Gimborn, op kon leggen. Of aan weerszijden je pen kon leggen. Er zijn nog veel meer voorbeelden van hele mooie inktpotjes. Hele elegante en charmante inktpotjes. Waarmee je bijvoorbeeld je huwelijk kon tekenen. Maar hij heeft nog veel meer gemaakt. Hij heeft bijvoorbeeld plakkaatverf gemaakt. Of zelfs om je zegellak gemaakt. En dit is typ lint. Prachtig om te zien allemaal. En toen kwam de Gimkrom, heel bekend. Die kennen we allemaal toch? Ik haal nog even 1 hele bekende eruit. Dus het bekende langhalsflesje waarin inkt werd gehouden met hier een knikkertje erin. Dan hield je de fles op de kop en hier zat dan een hoeveelheid inkt in om te gebruiken. Wat meneer van Gimborn ook nog achtergelaten heeft, is een prachtig park hier in Zevenaar. Een zogenaamde Gimbornhof. Mooi om in te lopen.